Hoi Simmers, welkom terug bij een nieuwe Mol Sim video. Ja, de afvallers zijn nu bekend en die staan nu ook al op de galerij. Maar nu is het tijd om te beginnen aan de 4 finalisten dit jaar. Niet 3, maar 4. Dus dat wordt extra pittig voor mij om in zo snel mogelijke tijdsperiode 4 bekende mensen na te maken. En laat nou de moeilijkste kandidaat ever van Wie is de Mol voor mij dan, qua het namaken van die persoon, degene zijn waar we nu als eerste mee aan de slag gaan. Want van de 4 finalisten hebben we natuurlijk 2 verliezende finalisten, een winnaar en de mol. En dat gaan we ook op die volgorde doen. Dus we gaan eerst degene namaken met de meeste fouten in de test. Dan de verliezend finalist met iets meer goede antwoorden in de test. Dan de winnaar en dan de mol. Maar ja, we beginnen dus met de verliezend finalist met de meeste fouten in de test. En ik heb een tijdje terug bij de video waarin ik Klees ging namaken gezegd: oeh, Nathan, dat wordt pittig. En nu zijn we zover. We zijn Nathan aan het namaken. En dat is zeker pittig, want zijn kapsel zit niet in The Sims 4. Ja, hoe ga je dat dan oplossen? Soms heb je nog wel een kapsel, die lijkt er wel een beetje op, weet je? Je hebt vrouwen met wat langer haar, met wat korter haar. Ik was ook een beetje aan het stoeien met Anita Witsier hier met haar kapsel. Maar heel vaak zit er wel iets in wat redelijk lijkt op wat iemand heeft. Maar wat Nathan heeft, zit er gewoon niet in. En dat maakt het meteen al een extra stukje moeilijker. Ik begin natuurlijk met het gezicht. Dat zien jullie elke keer. Dat ik begin met de vorm van het hoofd. En dat ik kijk naar de ogen, de neus en de lippen. En dat ik een beetje ga kijken waar ik ze neerzet. En welke vorm en dat soort dingetjes. Echt heel goed iemand namaken is lastig. Dus als je van alles al een beetje in de buurt komt, helpt enorm. En het kapsel is daar echt een heel groot onderdeel van. Maar omdat zijn kapsel er niet in zit, is het dus voor mij extra lastig om hem na te maken. Ik moet ook zeggen dat ik daar best wel trots op ben in hoeverre het gelukt is. Er zaten 2 kapsels in waar ik enorm aan het twijfelen was welke ik zou gebruiken. Want je hebt natuurlijk dat kapsel van Jungle Avonturen, waarbij je dus de haar hebt tot hier. En dan heeft het bovenste deel is zeg maar zo met een elastiekje vastgezet. En ik zat te twijfelen met dat kapsel omdat je dan toch wel dat matje hebt. Maar ik ben uiteindelijk voor dit kapsel gegaan, omdat Nathan heeft natuurlijk ook wat stukjes wat opgeschoren zijn. En dan dat matje. Dus hij heeft deel wat opgeschoren is en hij heeft een lok haar. En dat vond ik daardoor beter dat ik dit kapsel daarvoor heb gekozen. Want daar is ook een deel opgeschoren en ook een deel met lok haar. Alleen dan niet op de juiste plek zoals het bij Nathan is. Maar als je denkt, nou ik heb toch liever de Jungle Avonturen kapsel, dan kan je hem binnenkort downloaden op de galerij en dan kan je het zelf aanpassen. En ja, Nathan dus was voor mij niet een mol. Ik heb in het verleden wel punten op hem ingezet, maar ik vond hem toch de fanatieke kandidaat. Dat ze het park in mochten en die waaiers lezen, ja, hij koos voor het geld. Dat vond ik al iets waarvan ik dacht, ja, mol, dat is veel te makkelijk. Tuurlijk ga je dan het park in. Je kan vet makkelijk geld mislopen. Met die fietsopdracht was hij ook super gemotiveerd. Dus ja, voor mij was hij geen mol, maar echt een ontzettend leuke kandidaat om naar te kijken. Want hij is zo'n leuk, positief mens. En daarom heb ik hem ook expres de eigenschap vrolijk gegeven die in de Sims 4 zit. En het doel wereldvriend.